gaat even om het geluid, komt dit, volgens mij gaat het goed. Mede namens natuurlijk de andere wethouders, Simone Kuckenheimer, Udo Kok, Habsburg Showho, wil ik jullie ook welkom heten hier vanavond. En we gaan zo meteen luisteren naar Alexander Pechtold. Hij is er inderdaad weer, de traditie, bij de D66 nieuwjaarsborrel. En hij is met zijn 10 jaar in de Kamer een van de meest ervaren politieke leiders. En het verbaasde mij dan ook niet dat de kiezers in Nederland, een onderzoek wijst het uit voor alle partijleiders, Alexander Pechtold het meest geschikt vinden voor het torentje daar. En we gaan ook luisteren naar onze Amsterdamse partijleider, Jan Paternotte. Maar hij is dat niet lang meer, want hij is op weg naar de Tweede Kamer om daar het Amsterdamse smaldeel van onze fractie te versterken. Ik zie er naar uit. Pechtold als premier, Paternotte in het parlement. Dat vind ik een geruststellende gedachte. Maar gisteravond waren wij getuigen van een inauguratie waarvan de wereld dacht dat het niet mogelijk was. En dan zitten we in Amsterdam en wij Amsterdammers, wij maken ons zorgen. We maken ons zorgen voor een nachtmerriescenario. Een scenario waarin Geert Wilders aan het stuur komt in Den Haag. En vorig jaar september was ik in New York. En daar sprak ik met mijn collega, deputy mayor Glenn. Vrouw, very liberal. En zij zei tegen mij, wat er ook gebeurt in november in Washington, hier in New York, hier doen we het op onze manier. En in die geest wil ik iets zeggen over Amsterdam. Want Geert Wilders, dames en heren, die heeft een verkiezingsprogramma. En dat is één A4. En in dat A4'tje, daar staan radicale maatregelen die hij wil invoeren. En boven dat A4'tje staat Nederland weer van ons. Maar in het Nederland van Geert Wilders is er helemaal geen ons. Is er wij tegen zij. En precies waar de meeste Nederlanders volgens mij van denken, dat past helemaal niet bij mij. En zeker niet bij Amsterdam. En wat ook niet bij Amsterdam past, is hoe Wilders met buitenlanders omgaat. Met migranten. Met moslims. Hij zegt, sluit alle moskeeën. 0 asielzoekers ter wereld. Geen immigranten uit islamitische landen. Geen hoofdlietjes in publieke functies. En dan kijk ik naar Amsterdam. Hier werk ik met jonge, goed gedekte vrouwen met een hoofdlietje. Maar ik spreek ze niet aan op hun kleding, maar op hun professionaliteit en op hun kunde. En ik zeg jullie, Geert Wilders kan niet in de schaduw van deze mensen staan. In Amsterdam staan wij voor een humane opvang van vluchtelingen. En dat hebben we laten zien vorig jaar met de vluchtelingencrisis. In Amsterdam leren we vluchtelingen de Nederlandse taal, zodat ze snel aan het werk kunnen, dat ze een opleiding kunnen afmaken, dat ze een eigen bedrijf kunnen beginnen. En Wilders heeft nog een verschrikkelijke vijand van Nederland gevonden. De kunsten. Daar mag geen cent meer naartoe. Maar als ik aan kunsten denk, dan klopt mijn Amsterdamse hart veel harder. Wat heeft dat veel moois gebracht voor onze stad? En wat brengt dat nog steeds veel moois voor onze stad? We hebben het KCO, dat is misschien wel het beste orkest van de wereld. We hebben de Nationale Opera, vorig jaar uitverkozen tot beste operagezelschap ter wereld. We hebben geweldige musea. Mensen uit de hele wereld komen er naartoe om dit te zien. We hebben het Amsterdam Dance Event. We hebben fantastisch kunstonderwijs. We hebben cultuureducatie op alle scholen. Maar het moet allemaal weg van de lucht. En Wilders zeggen dat dit allemaal moet, omdat mensen zich zorgen maken. Maar ik denk dat alle mensen bang zijn voor extremisme. Alle mensen bang zijn voor terrorisme. En het tegengaan van extremisme, het voorkomen van aanslagen, dat is een kwestie van hard werken, niet van hard schreeuwen. We komen er niet door mensen van een bepaald geloof tweederangs burgers te maken. Extremisme en terrorisme bestrijden, dat doe je met de AIVD, met de politie, met de rechterlijke macht, met onderwijs. Dat doe je met mensen, met jongeren in de buurt en dat doe je door samen te werken. Wilders gaat in tegen alles wat Nederland Nederland maakt en Amsterdam Amsterdam. Weg met die open samenleving, weg met tolerantie, met vrijheden, kunst en cultuur, weg met de Europese Unie, weg met humaniteit en beschaving.
Maar ik kan u verzekeren, de komst van Willem als premier, die is misschien wel nog nooit zo dichtbij geweest. Maar dat geldt dan ook voor de oprichting van de Republiek Amsterdam. Democraten en Amsterdammers, laat mij helder zijn, al haalt hij 76 zetels, al gaat hij op zijn kop staan. Wij gaan Amsterdam met een moslimachtergrond nooit buitensluiten. We gaan niet stoppen met de humane opvang van vluchtelingen. We gaan niet kapot maken wat kunstenaars en artiesten hier hebben opgebouwd. En we gaan geen gebedshuizen sluiten waar mensen naartoe gaan die iedere ochtend naar hun werk gaan en 's avonds hun kinderen helpen met hun huiswerk. We gaan geen mensen ontslaan omdat hun mening ons niet bevalt. Want wij zijn Amsterdam. Dus Jan, Alexander, wat mij betreft laten we Nederland niet over aan een man die wel goed is en manluiders, maar die geen idee meer heeft wat er leeft en wat we doen in de steden. En gelukkig is er een alternatief, een redelijk alternatief. Dan laten wij, D66'ers, samen met de andere partijen die ook kiezen voor verbinding, op de ochtend van 16 maart, de dag na de verkiezingen, laten we gaan werken aan een gedeelde toekomst, aan onze toekomst. Dank u wel.